ben blij dat we ons in Tochtes worden ontvangen, want ja, we zijn natuurlijk met, allez, vanuit een heel deel burgers eigenlijk, zijn we al een heel tijdje bekommerd rond de mobiliteit eigenlijk in onze regio. En ja, wij zien dus ook wel dat ons idee, dat begint aansluiting te krijgen bij tal van mensen. En er zijn heel veel verenigingen die er eigenlijk zich achter zetten. Maar eigenlijk is het maar een klein deel van de problematiek die zich eigenlijk hier, als ik het zo mag zeggen, die zich hier eigenlijk afspeelt. Want geleidelijk aan merken we wel, en ik denk dat we dat toch wel een beeld beamen, dat dus onze regio geleidelijk aan een dichtslibben is op de grote verkeersassen, ook wel in bepaalde centra van Klein-Brabant dan. En in functie daarvan denken wij van ja, moeten niet nagedacht worden in het algemeen over ons mobiliteit. Ik denk dat we daar geleidelijk aan aandacht voor zouden moeten kunnen hebben. En deze groep van mensen, die probeert dat dus eigenlijk vanuit een groep burgers, probeert dat aan te reiken aan het beleid. Dus eigenlijk willen we graag hebben, als je kunt, als je wilt, een stukje dan mee oppikken en ondersteunen. Dat zou voor ons natuurlijk een serieuze meerwaarde zijn. Wat heel belangrijk is in context gegeven, dat is eigenlijk dat dus, als we er aan 16 beginnen, dat we vandaag hebben komen aan de smorgens tussen 8 en 9 op. Ik heb daar een perfect voorbeeld van. Ja, ik zit al vast en ik doe er al gemiddeld 35 à 40 minuten over tot in Bellebroek. Dus dat was over 5 jaar nog absoluut niet het geval, maar dat moeten we vaststellen. Dat is een spijtige zaak. Wij zitten hier vol in de Vlaamse Ruit. We hebben hier enorm veel bedrijvigheid, economisch een heel sterk gebied. Veel mensen die ook richting Brussel gaan, dus we moeten dat dus spijtig genoeg vaststellen dat een element is dat dus speelt. Daartegenover is het voor ons natuurlijk zo dat we zeggen van, ja, hoe kunnen we samen eventueel met de beleidsmensen, met de gemeentebestuur, hoe kunnen we misschien samen even nadenken hoe dat we die auto's eigenlijk een stukje van de weg kunnen krijgen. Want dat is, uiteindelijk is dat ook de bedoeling. Plus dat we een aantal zaken beter toegankelijk zouden willen maken, zoals bijvoorbeeld de bedrijven, de scholen, en een aantal sociale instellingen die ook wel makkelijker bereikbaar zouden moeten kunnen zijn. In die optiek is het zo dat we ook moeten vaststellen, spijtig genoeg, dat er eigenlijk ook niet echt een goed alternatief is. Als we over de N16 bekijken van in Temse tot Willebroek en verderop, is er eigenlijk niet echt een goed alternatief op dit moment om dus de bereikbaarheid te verbeteren. En daarmee bedoel ik vooral het openbaar vervoer hangt daar eigenlijk serieus achterna. Dus om het met de woorden ook van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS te zeggen, die ik dus vorige week nog aan persoonlijk gesproken heb, die zegt tegen ons ook, hij zegt, kijk, zegt hij, de lijn 54, zegt hij, is eigenlijk de slechtste lijn van België, zegt hij. Voornamelijk met geen dat erop zou moeten kunnen zitten, gezien de belangrijkheid van de lijn, en het feit dat het enkelspoorig is, zegt hij, is dat dus eigenlijk een drama. Dus we kunnen er op dit moment de capaciteiten van niet echt verhogen. En natuurlijk is er ook op dit moment nog het financiële aspect, waardoor dat eigenlijk heel weinig ruimte is om iets te forceren qua infrastructuur. Dus dat is eigenlijk een beetje onderkomen. We zien ook tal van missing links, de aansluitingen tussen bus en trein, tussen de bussen onderling, dat mankeert hier eigenlijk in grote mate. Grote uitzondering is uiteindelijk de gemeente Puurs eigenlijk, die er nog vrij goed vanaf komt, die eigenlijk het knooppunt is, maar die in feite wat het knooppunt zelf zou moeten zijn voor ons Klein-Brabant, spijtig genoeg, is daar een slechte communicatie tussen de spoorwegen en de lijn, en ook tussen de verschillende lijndirecties zelf, in die aansluitingen hier op het knooppunt zelf. Dat is een spijtige zaak, en dat is een vaststelling, en dat kunnen we dus eigenlijk helder bewijzen natuurlijk, op basis van de officiële uurregelingen ook. Wat dat voor ons eigenlijk ook belangrijk is, dat is dat we vooral ons richten op een aantal doelgroepen. Die doelgroepen die zijn dus de werknemers. Dat zijn ook de ziekenhuisbezoekers vanuit Klein-Brabant richting Willebroek, maar ook omgekeerd in de richting van de kliniek van Bornem. Ook voor de studenten en uiteraard ook voor de senioren. En een tweede elementje erin is ook wel de bereikbaarheid van de Klein-Brabantse deelgemeenten. Ook daar valt Puurs redelijk goed, scoort Puurs redelijk goed. Omdat, ja, met uitzondering misschien een klein beetje van Breendonk, maar voor de rest moeten we eerlijk zeggen, wat de deelgemeente van Sint-Amans betreft, Lippeloo op Puurs. Voor Bornem hebben we dan Weert, Wint, Amijke, Vliet en Hingen. Die hebben dus ook geen regulier vervoer meer.
komt nog niet bij dat we onlangs vastgesteld hebben dat eigenlijk Brandst en Markerken dus ook zeer slecht zitten wat dat betreft de aansluitingen naar de treinverbinding. Dus, maar daar gaan we straks nog even over hebben. Dus we hebben een klein beetje gekaderd in een aantal puntjes. En als we ons toestaat, meneer de burgemeester, zouden we eigenlijk graag daar ook een beetje uw visie graag op willen weten. Zodat we daar ook ons gezamenlijk achter het project misschien kunnen zetten. Dat is eerst en vooral, ja, hoe zie jij het bijvoorbeeld zelf, de dichtslibbende N16, maar ook niet te vergeten de N17. Waar we dus ook vanuit de gemeente Sint-Amans alarmerende geruchten krijgen, dat het dus ontzettend lastig begint te worden, dat is dan nog een tweevakspaan. Hoe dat jij eventueel daar eventueel een alternatief ziet, rekening houdt met de vaststelling dat er daar per week 200.000 voertuigen passeren en misschien dat dan ietsje meer op een week, officiële telling. Heb je daar zelf een visie op, een idee op? Dat is voor ons natuurlijk ook als werkgroep ook ontzettend belangrijk natuurlijk. Ja, andere zaken die je opzomt, die zijn er. Dus die zijn niet overdreven. De voorbije jaren absoluut in een versneld tempo nog iets verergerd. Dus dat voelen wij allemaal. Als dat probleem is natuurlijk, denk ik, je hebt een macro- en een micro-oplossingsniveau, denk ik. Macro is dat op Vlaams of Belgisch of Vlaams niveau vooral moet aangepakt worden, denk ik. Dat is de grote modus shift die er zou moeten komen. Dus, zolang dat de bedrijfswagens als een heilige koe houdt, dan is dat denk ik iets dat wat vervelender is. Ik denk dat daar de sociale beweging, ik heb vorige week Patrick de Vulter uitgebreid gezien. We hebben daar ook een kwartier over gehad. Er is geen land in de wereld dat de bedrijfswagen zo fiscaal bevoordeelt dan België. Dat verandert nu ook niks aan, maar dat wordt ook bijna geen commotie, want we worden allemaal uit schrik voor de kiezer. Dat zijn de macro gegevens. Twee, dus hier nu micro op klein raar, want het is liggen van N16 en 17. Ja, ik denk dat je daarmee een aantal infrastructurele ingrepen dat wat kunt verzachten. Maar meer auto's dat er blijven bijkomen, hoe dat je natuurlijk wat achter de feiten loopt. Maar ik denk hier een groot. De zaak is dus dat knooppunt N16A12, want de studie die zo was afgelopen. En dan moet natuurlijk geld komen om dat te kunnen mogelijk maken. En dan heb je de afwerking zowel in Bornholm als dan bij ons eigen Vliegbaan en de Gido en de Kleine Namer. Dus dat zijn infrastructurele ingrepen die ik denk er wel zijn om het wat veiliger te maken. Maar grote wonderen. Te zeggen van kijk, dan ga je terug tussen 8 en 9 op 5 minuten van het buitenland aan de carpoolparking staan. En dat misschien ook wil niet, hè, maar ik denk toch wel dat die daartoe kunnen bijdragen. En vooral dat knooppunt aan 12 en 16, dat denk ik moet ook gezond worden. Dan heb je het openbaar vervoer. Dit is één, de tramlijn naar Brussel. Ik denk dat die. Staan mee in het meerjarenbudget van de Vlaamse overheid, regering. Dus de lijn maakt daar echt een pilootproject van. En ik hoorde bij het ook zeggen dat hij dat toch gaat doen. Dus hij is nu ook van Vlaams Brabant. Dus ik ben daar wel optimistisch in. Dat op die manier toch op die grote assen wordt geïnvesteerd. Maar die zal wel stoppen aan het voorbereiden ook, en die zal dus niet naar Bomen en naar Bornholm komen zoals ook wat gedaan. Maar dan hier voor Klein-Brabant zelf. Dat is zeker. Dat is zeker. Dat die afsplitsing naar Bornholm er niet komt. Voorlopig niet, maar ik bedoel op termijn. Op termijn. Maar dus voorlopig niet. Ik heb het misschien wat te pessimistisch gezegd, maar ik denk dat we daar realistisch moeten in zijn. Voor 2020, wij zouden ik al over die tafel springen als die een trap in aan de vorige donker stopt. Dus om te zeggen van kijk, ja, wanneer gaat hij naar Bornholm en Bomen rijden. Dus dat zal zeker dan 5 à 10 jaar later zijn. Nu het openbaar vervoer hier zelf in Brabant, inderdaad, maar ik denk dat we
klembaans in bomen te denken en die zo altijd in een stalletje van de gemeente zitten. Want wij komen daar relatief goed uit, hè, want je zegt ja, Breedland misschien niet. Maar ja, ik denk dat Breedland zelfs de beste deelgemeente is, hè, met een minste aantal bussen. Hè, want daar krijgen we dan ook klachten van, en van de mensen die wacht liggen van bussen. Want het maakt van Breedland wordt. Ik denk ik heeft een buurbus naar Brussel. Ja. Dus heeft een snelbus ook naar boven Brussel, dus die daar aan het passeren. Je hebt ook de bus naar Mechelen. En dan af en toe denk ik van een bus hier naar Brussel ook. Dus alleen met Breno denk ik is zelfs naar Brabants niveau dat de bus gesloten deelgemeente. Daarover gaat het niet. Dus, maar dat valt dus bij ons wel mee in onze gemeente. Maar ik begrijp en daar zouden we denk ik eerst misschien creatief moeten nadenken. We hebben een nieuwe directeur nu van de lijn in Antwerpen. Precies wat men meedoet. Ik weet dat Peter van Sint-Emans vorige een tijdje geleden heeft gezien. En dus we hebben gezegd ja, dat we daar samen ook eens naartoe gaan. Niet zozeer dan voor onze deelgemeente, maar allee, die van Popius en Diplo, ja, die mensen die zijn meer geïnteresseerd om eigenlijk naar het station van Puurs te komen, denk ik, dan naar de Kade Sint-Emans te gaan. En dan zijn we er wel wat opnieuw bij betrokken. Ja. En dan een ander punt, is dat ben ik dan net vergeten, op macroniveau, is natuurlijk de ruimtelijke ordening en de verkaveling. En dus, dat tegen Peter ook gezegd, alleen hij kan daar niks aan doen, en als ik mogen dit en dat aan, maar als het in 17 toeslipt en dat de mensen van Sint-Emans natuurlijk niet meer met een bus of dit of dat, of mogelijk in buurt schrapen met een trein, als er nu nog 300 nieuwe woningen in de Papar tussen de Buistraat en de Keter gaan bouwen, ja, dat zijn mensen die ook allemaal met een auto gaan een brood moeten halen. Zelfs, ik weet niet waar, in Sint-Emans dat er nog een bakker is, maar zeker naar hun werk. Als ik op dingetjes mag ingaan, als het gaat bijvoorbeeld over het vervoer van Sint-Emans naar het knooppunt Puurs, hebben we eigenlijk een probleem op dit moment. Dat is, ik heb dat ook gezegd tegen Alex, want ja, er is ook een discussie van te weinig parkeren liggen in het station, heb ik begrepen hier in Puurs. Nu, wij weten intussen zeker dat er dus ontzettend veel mensen dat zijn van ons noodgedwongen met een auto tot in Puurs moeten komen, omdat dus dat tijdsvenster tussen Dendermonde en de stations Bornem en Puurs, want die bus gaat dus over Bornem komt zo naar het knooppunt, dat tijdsvenster te krap is, veel te krap. En dus die mensen missen elke dag, meerdere keren per dag dus, missen die dus hun trein. Dus wat doen die? Die rijden naar Puurs. En dan is ons vraag natuurlijk, kan, en dan houdt een beetje in burgemeester op hier, dat er komt te zijn, kan die verbinding niet een stuk geoptimaliseerd worden, omdat de oude lijn, zal ik maar zeggen, 52, dat die een stukje met de lijn door de lijn opgevuld kan worden, of wat misschien wel een probleem al vanaf zijn voor uw parkeergelegenheid van het station, misschien, in zekere mate misschien. Of dat op een zekere hoogte misschien? Maar ik heb je vorige keer al gezegd, ja, dit is nog een parkeren aan het station. Je hebt een Kerkhofstraat, daar heb je ook nog een grote parking. Ja. Het is ook op wandelafstand eigenlijk, maar de mensen moeten moeite doen. Ja, ja. Het is ook een afstand van 50 meter. Maar ik bedoel maar alleen dat dus veel mensen, dus gewoon van Hans, die doet geen... En zelfs van die deelgemeente van Born en van Brand en Mark, die komen allemaal met een auto tot ons station in Born. Omdat die zeggen, die lijn die komt te laat, die is 6, 7 minuten te laat, die trein is weg. Die trein is weg. En dan spreken we nog over een gewone situatie. Daarmee bedoel ik als je op tijd in Dendermonde kan vertrekken. Want het gebeurt ook dat je op de NAL-trein uit Gent moet wachten of op de trein uit Brussel. Dus dat is eigenlijk een probleem. Mocht daar ook iets kunnen, dat is naar de mensen dat toch zou moeten kunnen bekijken. Nu, waar dat voor ons ook natuurlijk vanuit Haldenijn over de brug een enorm belangrijk aspect is, dat is de connectie tussen enerzijds de spoorwegen en de lijn en anderzijds tussen de verschillende lijndirecties zelf. We hebben daar bijvoorbeeld mensen van de lijn bij ons gehad die zeggen tegen ons, wij vragen cijfers op van de spoorweg en we krijgen ze niet. We krijgen ze niet. En dan hebben ze zelf uiteindelijk onderzoek gedaan via het real-time systeem om te kijken of dat klopt wat wij aangebracht hebben. En ze zeggen inderdaad, hè, je hebt gelijk, hè, die verbindingen kloppen als geen kanten. Maar dat is ons zaak niet, dat is de zaak van de spoorwegen. Ja.
En zo ketst de een de bal naar de ander toe. Ook de verbindingen tussen de verschillende lijndirecties. Allee, we vinden dat bijzonder erg dat er een bus vertrekt naar Brussel, die dus uitgebouwd wordt door Vlaanderen-Brabant. 260. Ja, die sluit op niks aan. Niks, hè. Op geen trein, op geen bus, op niks. En mensen vanuit Bornem en Sint-Amans die willen dus absoluut op die bus om gemakkelijk in de kliniek van Brussel te geraken. Die zitten niet op uur. Buiten in de winter, want het station is dicht na de middag. Die moeten in het park een en ander drinken als het open is tenminste. Zijn dat oudere mensen? Ja, ik weet niet wat dat is. Allee, ook de kliniek zegt tegen ons, alsjeblieft, ze hebben ook een beschrijving gericht aan de middenbestuurder van Bornem en van Willebroek. Alsjeblieft, probeer ons als kliniek ook even te helpen. Probeer die verbindingen tussen die twee campussen ook te optimaliseren. Maar ook daar zitten we met die botsing tussen die lijndirecties, hetzelfde met Oost-Vlaanderen. Wat wij proberen het op het knooppunt Amsterdam te geraken, omdat er ook 3000 hospitaliseerden zijn die eigenlijk van over het water komen, dat ook belangrijk is voor de kliniek, die geraken er ook niet. En dat is allemaal een kwestie van even fine-tunen op het bestaande net. Dus dat is ook allemaal spijtig, ook dat die Belgers bijvoorbeeld niet dat in de campus Wilbroek mag rijden. Dat zijn allemaal elementen voor de kliniek zelf in Brama zijn eigenlijk. Kan dat eventueel dat we dus grensoverschrijdend vervoer en ook tussen die verschillende vervoersmaatschappijen. Zie je dezelfde oplossingen om dat eventueel politiek ook stukken te sturen of denk je dat dat hoe dan ook moeilijk zal blijven? Ja, ik denk als dat gemakkelijke oplossingen zouden zijn, dat die al lang waren ingevoerd. Hè. Dus ik denk het niet dat het zo om de hoek ligt waar het direct is opgelost. Ik denk dat we daar eerlijk tegen elkaar en ook tegenover onszelf moeten zijn. Maar ik denk wel dat we misschien vanuit onze regio daar wat meer druk moeten op gaan uitoefenen. Dus in dat initiatief wil ik wel nemen om samen om dat eens te brengen. En samen met mijn twee collega's, hè, waarom niet. Maar dan zou het goed zijn, denk ik, dat jullie wat concreet voorstellen, niet alleen de pijnpunten zegt, maar ik weet niet, allee, als je zo, want jullie zijn daar fantastisch mee bezig, dat je al misschien, ik weet niet. Ook... We hebben één idee dat eigenlijk, we hebben eigenlijk drie ideeën gehad. Het ene is eigenlijk een omschattingsidee waar we maar een vijftal bussen waren om het aanvaardbaar te maken. Maar... Extra waren. Of wat? Vijf bussen gewoon die het recht op over de brug zouden realiseren om ook plotjes tot in Willebroek zelf te vragen. Maar het andere idee is eigenlijk door de kliniek eigenlijk naar ons toe gevraagd van wilde dat alsjeblieft, als je met de gemeentebestuur wordt praten, wilde dat alsjeblieft naar voren brengen. En dat is eigenlijk de verlenging van de lijn 260 die dus door Vlaanderen-Brabant uitgebouwd wordt om die te laten vertrekken op het knooppunt Themse. Niet aan een station, want er komt dus praktisch niets, maar op het knooppunt zelf en dan de verbinding maken met de campus Bornem over het knooppunt Puurs, eventueel hingen hebben die, maar dat is een ideetje. En op die manier de connectie Puurs en zo rechtstreeks door naar Willebroek Kliniek Brussel. Dat is het gemakkelijkste idee. Nu is de kwestie van aansluitingen is dat een groot probleem. Toen de tijd heeft Vlaanderen-Brabant tegen ons gezegd, ja, je moet goed weten, wij hebben eigenlijk die lijn vanuit Brussel vooral georiënteerd richting Willebroek. Ze gaan wel door naar Puurs. Maar eigenlijk richting Willebroek station. En daar moet die aansluiting even op de treinen van Willebroek. Maar die mevrouw die toen de directie vertegenwoordigde, die zei tegen ons van ja, ik moet tot mijn scha en schande zeggen, zegt ze, dat elk uur opnieuw dat die verbinding niet gehaald wordt. Omwille van waarschijnlijk een beetje obstructie in Brussel zelf, vermoed ik dan. En dan is het misschien toch interessant dat die lijn misschien een keer kan bekeken worden. De kliniek zelf die zegt dat zou voor ons de oplossing zijn. Het is eigenlijk het enige dat er moet gebeuren is die buslijn. En dan is eigenlijk het ganse klein Brabant te viseren. Met uitzondering weliswaar van Sint-Amans, maar dan moet er misschien toch een keer worden hoe kan Sint-Amans daar vlot op inspelen. Dat zou misschien. En dat zou natuurlijk een opportuniteit kunnen zijn. Maar ik heb dat in Bornem ook weergegeven en daar heb ik ook gezegd van ja, belangrijk is dat het knooppunt Puurs daar vooral in meedraait. Dat is een belangrijk gegeven blijft. En daar zijn wij het volmondig mee eens natuurlijk. Maar het is wel belangrijk dat je misschien met zo'n kleine ingreep, burgemeester, dat je misschien heel veel zou kunnen bewerkstelligen. Er is zelfs nog meer in die optiek, denken wij ook wel. Maar dat is natuurlijk weer het station verder gedacht.
Als de tramterminus van de Brusselse tram er zal zijn, laat ons hopen dat het in 2020 is, dan kan het zijn dat er nog een iets wat groter aanzuigeffect komt op de tramterminus. En dat de belasting op de rijksweg nog gaat vergroten. Vorig jaar was gezegd dat die bedrijfswagens mochten niet weg zijn, dat zal ook iets verschillen, maar goed, dat is een ander aspect. Dus dat gaat nog waarschijnlijk vergroten. Wat dat we vastgesteld hebben, en dat is zeer raar, we zijn er wel een beetje van gesproken eigenlijk, dat dus het gros van het verkeer dat over onze N16 komt, dat begint zich al te verzamelen van Beveren, Temse, Kruijbeke. Beveren kiest niet voor Antwerpen omwille van de problematiek Antwerpen. En die zei, we komen liever over Temse, Bornem, puurs. En mochten we die kunnen opvangen met een lijn die op die manier een beetje alles verzamelt daar en dan naar de terminus brengt van de tram, want eigenlijk in dat opzicht zouden die buslijn 260 ook een stukje misschien kunnen gebruiken. Dat is wat ideaal zijn natuurlijk. Maar het is een idee waar we ons niet op willen vastpinnen, want ons idee hoeft niet per se het beste idee te zijn. We willen alleen maar iets samenwerken en vragen dat het beleid dat even wil bekijken en zien in hoeverre dat ze erin kunnen meegaan natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus dat is wat het belangrijkste wat dat betreft. Dan heb ik nog iets wat dat ook naar de werknemers nog iets wilde zeggen eigenlijk. De werknemers, ja, we hebben dus ook met het bedrijfsleven in Puurs en Klein-Brabant ook gesproken. Ook FOCA volgt ons daarin. Dus dat openbaar vervoer is niet slecht eigenlijk, maar de bestaande lijn geeft geen aansluiting op andere lijnen. En dan komen we weer op datzelfde aspect terecht. Die moeten een volk kunnen krijgen uit Brussel en die moeten een volk kunnen krijgen uit het Waasland. Als we bijvoorbeeld bij Schulman Plastics de cijfers zagen, daar vielen we bijna achterover, 35% komt uit het Waasland en ook een pak komt vanuit Brussel en die zouden vlot op bij ons moeten draaien. Mensen zeggen ook, we willen eigenlijk kiezen voor het openbaar vervoer, maar we moeten met een auto komen, want we geraken er niet. Dus de buslijn die door het industrieterrein loopt, die is zeer goed. Daar heb ik ook de lijn Antwerpen Proficiat mee gewenst. Mm-hmm. Maar ze moet wel aan volk kunnen krijgen van elders. Maar het tijdstip is wel een probleem. Hè? En het tijdstip is ook een probleem. Eigenlijk, de mensen kunnen niet op tijd op werk raken. Dat is ook een feit, ja. Want daar wil ik eigenlijk ook nog iets over vragen, hoe dat jullie visie daarop is, als het erover gaat, over die bereikbaarheid voor de werknemers naar de bedrijven toe. Vanuit Promobil hebben we er wel een ideetje over, maar Promobil is het platform, dat is nog iets anders. Maar een ideetje over, kunnen we met de bedrijven er ook eens niet samen zitten, bijvoorbeeld om een keer te kijken, zoals je zelf zegt Alex, kunnen we samen eens niet kijken van hoe kunnen we naar die werknemers toe iets doen. Het ACV bijvoorbeeld is daar ook vragende partij, om dat zelf mee te gaan ondersteunen. Om een keer te zien van, ja, is er niet nog iets anders mogelijk? Is er niet een complementariteit mogelijk op de lijn? Maar eventueel ook met ik zou maar zeggen, globaliseerd vervoer voor werknemers. Als je het systeem Max Mobiel in Gent bekijkt, dat functioneert dus fantastisch. Dat is weliswaar een privé-initiatief, maar dat wordt door de bedrijven een stukje betaald. En dus dat is eigenlijk iets dat ze aan de werknemers aanbieden. Alleen moet het bedrijf zelf er uiteraard op inschrijven en erin willen participeren. Ik weet niet wat dat uw visie daarop is. Ja, ik denk over dus het doortrekken van die lijn 260, ja, dat persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. Dus dat is, maar zoals ze ook blijkbaar zegt, is dat die provinciale directie is, hè, want dat is aan Vlaams-Brabant, die overal werkt in Oost-Vlaanderen moet rijden. Maar ik denk dat misschien wel oplosbaar is. Wat ik denk ik een piste is, die nog niet door u is gezegd, maar dan moeten we zien wat we dan met die drie Klein-Brabantse segmenten kunnen doen. En eventueel ook met Temse als Lunebroek is. Ik denk dat de lijn, zoals ik, want ik heb zowel met de neer van Antwerpen en een andere stad met nu, maar met Van Looy. Jules Smets. Ja. En van Brussel ook is gepraat, van Brabant, dan hoor ik dat die wel van alles willen doen als het voor hen geen geld kost. Dus dan, dus dan kijken die eigenlijk naar de lokale besturen en dan zien die, ja, als jij dat misschien wat meer wilt financieren, dan lukt het misschien het een en het ander.
En dan moeten wij dat eens bekijken. Hè. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat hebben we nog niet gedaan. Omdat ik ook geen concrete modules heb. Maar misschien moeten we daar wel de rechtjes wat werkbare alternatieven maken. Daarmee eens naar die twee directeurs gaan en dan zeggen van kijk, hè, en met onze drie kleine Brabantse burgemeesters zeggen van kijk, wij willen van de leiding betalen, gaan niet natuurlijk, maar misschien toch wel een stukje, nee, want ik weet niet, als het probleem is tussen Timse en Willebroek, ik zeg het maar ik denk niet dat hij daar een nacht moet rijden, maar we zouden daar dan twee vliegen in één klap kunnen doen als je een bus hebt die de N16 afrijdt, maar die mag ze ook niet in file staan natuurlijk, ja. die vanuit Timse over de kliniek in Bornim en dan het knooppunt de industrieterreinen van Bornim rijdt, het knooppunt Puurs rijdt, de industrieterreinen van Puurs neemt en tot in Willebroek kliniek rijdt, dan heb je de verbinding tussen de twee klinieken. Je hebt dus de knooppunten Timse, Bornem, Puurs zit erop. Ja. En je hebt de industriezones Bornem en Puurs en Sloot. Als daar een bus op rijdt, hoeveel kost dat? Ik weet dat niet. Is dat betaalbaar? Als de lijn zegt, ja, wij betalen de helft en wij en de gemeente. Dus ik zeg het, ja, ik weet niet wel dat dat kost. Moeten wij daar 200.000 euro bijleggen, maar als die vier gemeentes hier de 50.000 euro bijleggen, ja, voor vijf gemeentes, een miljoen gaan we er niet bijleggen, maar als dat op jaarbasis toch een aantal problemen oplost van één, de klinieken, twee, de industriegebieden en dan drie, dus ook wat je zegt vanuit het Waasland die dan eventueel zelfs naar die tramterminus kunnen gaan, dan is dat voor mijn part over te praten vanuit, dan is het probleem Magerkerk, Brands en Sint-Emans natuurlijk nog niet opgelost. Nee. Maar dan denk ik is er toch een grote bekommernis van de kliniek, industriegebieden ontsluiting. Dat wordt soms gezegd, ja, de gemeente zouden met een bijdrage. Ja. Het is natuurlijk onze winkel niet, maar als we vooral dat is eigenlijk bijna noodzakelijk is van een regio-situatie opgelost te krijgen, dat de gemeente en de portemonnee ook moeten doen, bij manier van spreken is ook niet altijd even evident. Maar ik begrijp wel wat je wilt zeggen. Nu, ik heb naar de aanleiding van een avond die we gehad hebben met Brabant net, hebben we dus die problematiek even aangekaart. Hebben we dus gewezen op het feit dat dat dus een aantrekkingspool gaat worden, die een tramterminus. En dat men toch, als men zoiets implant, dat er toch naar de ganse regio Klein-Brabant zou moeten kunnen gekeken worden. En dan denk dan heb ik meer te verstaan dat men toch binnen de lijn zelf moet inzien ook dat men van daaruit met beperkte middelen iets zou moeten kunnen realiseren zonder dat er erom iemand anders moet gaan bijdragen. Ik ben van mening, en dat verschil ik misschien van sommige anderen, maar ik geloof daar ook in, is één. Dus al dat gezwets dat gemeentebesturen en lokale besturen belangrijker moeten worden en die altijd de grote heren of collega's van mij van wij zijn het dichtst bij de burger en wij weten het best en we zouden meer bevoegdheden moeten nemen en dit en dat. Voor mij allemaal juist. Maar als de A hebt gezegd, dan moet je ook B zeggen. En B, dat wil zeggen dat je ook je verantwoordelijkheid moet opnemen en dus er ook iets voor willen betalen. Als wij absoluut een buslijn willen waar een duidelijke meerwaarde in zit, en ik zeg het, we mogen niet aan het bestuur verwachten dat die honderdduizenden euro's daarin gaan liggen. Maar als dat het vlijmiddel is, waarom zouden we het dan niet moeten doen? En voor mij is dat absoluut bespreekbaar. Om lokale besturen, als ze zeggen, kijk, wij willen meer bevoegdheden, ja, dat wil dan ook zeggen dat ze die verantwoordelijkheid moeten opnemen en natuurlijk er ook een beetje voor moeten betalen. Dat wil niet zeggen dat we in de plaats van de lijn alles moeten gaan doen, maar ik zie bijdragen tot. Ik weet niet, als dat project, omdat ik het absoluut niet weet van dat kost 1.000 euro is en de lijn zegt, ah, wij geven 500, en die is 5 lokale besturen, probeer jij die 500 dingen, dan is het voor ons oké. Okay. Maar dan is het komen op het aspect van de werknemers, waar ik het net over had. Dus zie je daar ergens iets, zoals Alex ook zegt, je kunt niet alles op maat zetten natuurlijk voor werknemers, van bedrijven zijn helemaal flexibel naar de werkomstandigheden, aanvangst,
tijden enzovoort. Zie je daar ergens iets in wat je zegt, ook als gemeentebestuur bijvoorbeeld, willen we er misschien met de bedrijven ook wel niet over nadenken? Ook wel om een aantal voertuigen van de Rijksweg te halen natuurlijk. Maar je als je die verbinding, dus van het eerste naar de middel, laat bijen, dan hebben we die verbinding van die bedrijfsrijden, dat zouden we moeten bijen. Op maat, dat gaat dan natuurlijk wat mogelijk zijn. En als de ploegen, denk ik, bij de Pfizer ook, van zes of Mountain en zo, is twee team die veroorzaken de spits nemen. Dus de sporen is geen spits, en om 2 uur in de namiddag is ook geen spits. Dus die gaan weinig effect hebben, maar er zijn heel veel bedrijven die natuurlijk gewoon beginnen om half 8 uur of 9 uur, dat is de laatste dan weer veel dienst. Leidende uren hebben en daar. Een kleine kanttekening bij mag maken is het volgende, dat ons werknemers die bijvoorbeeld aan de overkant van de schelden willen gaan werken, dat die ook eigenlijk het volgende lot zouden moeten kunnen hebben om een keer tussen te kunnen. Als we erover spreken, is het ook wel belangrijk omdat dus daar de industrie van Temse Sint-Niklaas met een trein is dat een onbegonnen zaak, niemand neemt een trein, want ja, we duwen onderweg. Dus dat die aansluiting in die industrie ook vlotjes zou kunnen verdoepen. En dan denk ik, burgemeester, als je ook een stukje in wilt volgen of kunt volgen, dat we die industrie een stukje aan elkaar koppelen. Maar dan ligt het aan het waasland, dan hoeft dat niet meteen 360 te zijn, maar dat die aansluiting wel vlot zit. Maar de van het bedrijf, en we daar allemaal moeten afmissen, die dan we ook nog verder moeten duren gaan dan praatclubs, en ook naar praatclubs moeten overgaan. En ik begrijp de bedrijven dan, dus we zeggen, als je wel betalen voor de voorheffing, we betalen voor de ruimtebelasting, we betalen drijfkracht, we betalen die, we betalen dat. Ook aan de besturen, en wij geven al genoeg, zouden we niet van alle pot, dat we geven, iets klein. Eerlijk gezegd, ze hebben daar ook weer een punt. Dus die belbus die kost een smak geld, kost eigenlijk heel veel geld voor hetgeen dat die zeggen. Hetgeen dat hij in feite brengt naar de mensen, zal ik maar zeggen. Nu, ik weet dat er links en rechts, ook met Peter is recent Amans ook van een keer gesproken vanuit de directie van de lijn Antwerpen met de nieuwe directeur. En die zei ook, we willen hier wel een keer het project proberen te testen. En dan gaat dat over een soort van buurtbus. Maar ja, dan zal de gemeente ook weer al moeten opdraaien voor vrijwilligers en noem maar op en verzekering enzovoort enzovoort. Nu, de vraag is eigenlijk ja, hoe dat je dat zelf ook ziet als parlementair, of dat die baalbus, of dat dat misschien toch niet moet met de collega's dan een keer herbekeken worden, om te zien of dat dan niet efficiënter kan. Ook het systeem zelf van het inbellen is een enorm probleem. Mensen gaan ook gewoon in de belcentrale niet binnen. Ik heb het zelf op vraag van een aantal senioren, heb ik het getest, het is onvoorstelbaar. Je krijgt dus telkens iemand een bandje aan de lijn als de medewerkers allemaal in gesprek zijn. Het gesprek wordt afgesloten tot 4-5 keer toe en dan vragen ze om terug in te bellen. Dus dat betekent telkens opnieuw een connectiekost. Er zijn een aantal rare dingen bij, dat je zegt van hoe komt het dat iemand niet mee mag. Als het enigszins mogelijk is, zouden we daar graag ook uw visie eigenlijk ook niet meer willen leren kennen. Want ik denk geleidelijk aan, iedereen beseft dat en tot ons verbazing bij de lijn het ook te beseffen dat die belbus niet functioneert zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Ik denk dat we daar bij de lijn moeten op aandringen, maar dat we zelf mee in ideeën, initiatieven moeten komen en ook een stukje meer financiële ondersteuning, want anders gaat het niet bewegen, vrees ik. We krijgen ook in de CEO-advies wel zodanig veel opmerkingen erover en ik denk dat dat in Sint-Amans net hetzelfde is. Daar zou op een of andere manier iets van moeten kunnen bewegen. Of je moet naar een dokter, maar je weet niet wanneer dat met een dokter buiten zit. Dus dat is een heel. Wij voelen dat dan, dat de senioren vooral die toch in hun eigen gemeente willen blijven wonen, niet allemaal naar het centrum willen trekken of kunnen trekken, dat die dus ergens op een of andere manier geïsoleerd geraken. En dat is een probleem op zich aan het worden. Hè. Dan, wat dat betreft, dus spoorwegen. Voor Sint-Amans is het zo dat we dus, men hoopt daar nog altijd, en ik denk dat dat een terechte hoop is eigenlijk, ja, dat er een verbinding komt tussen Sint-Amans en Puurs. Ja. Dus je weet dat Vlaanderen ook zijn zee heeft mogen doen voor het NMWS investeringsplan. En dus bij de, dat weet ik nu kwijt, tiental prioritaire projecten dat Vlaanderen heeft voorgesteld, is het doortrekken van de lijn
Antwerpen-Kuusen, dat inderdaad, ja. Dat hoort voor Vlaanderen. Mm. Ja, je weet, hè, dat is een federale aangelegenheid in de NMW's, maar voor Vlaanderen, de inbreng, de laatste inbreng naar de NMW's toe, dat stond dus het doortrekken van de lijn en de light, dan eventueel bij de militairen. Ja. Op zich, Vlaanderen, een tiental pak, dat stond er dus bij. Dat is eigenlijk nog niet weg, want dat zit nog ergens. Wat staat dus op de agenda? Hoe staat het tegenover het voorstel dat er ook toen was, wat dat betreft de lijn 54, om daar een light rail op te zetten? Want dat was ook voorzien in het plan 2020, maar op dit moment is dat natuurlijk, dat was een studie, dat was goedgekeurd, of dat was toch alles in dat verhaal. Hoe zie je dat zelf? Ja, als we eerst naar buiten gaan, naar stadskamp bezoeken, dan zie je allemaal dat dat veel beter is uitgewerkt dan bij ons. Dus en eigenlijk die lijn van bij ons naar Antwerpen ook. Ja. Of frequenter gaat. Ja. Maar je zit daar ook met het zeekanaal en een brug die al heel moeilijk doen. En toch trekken naar Sint-Evans en de Bermonde. Dat is eigenlijk een opportuniteit voor de regio. Okay, ja. En zeker voor een stuk de verbindingen. Leiden ze ook al weer met een bus rijden. Maar dat zeggen ze nu eigenlijk in Sint-Amans ook. Mocht hij dus rechtstreeks rijden op Kuurs, dan hebben ze dus al hun verbindingen. En nu missen ze die verbindingen dus wel, omdat die rondrijdt over Bonn. En daar zou moeten kunnen ergens. Dat zou ook al een simpele oplossing kunnen zijn, mocht men dat een stukje verschuiven. En dat er dan toch een oplossing komt voor de brandersmarkt. Uiteindelijk zouden we dan heel graag met het materiaal en misschien met het voorstel waar we het er nu net ook over gehad hebben, over de 260, die toch wel een van de belangrijkste elementen die misschien met weinig geld kan opgelost worden, dat we met dat product proberen bij de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit, die is weer die mobiliteit, en onze Rijksweg, van de N17 wordt een drama. Dus we willen eigenlijk samen en meedenken. Het is niet de bedoeling om tegen elkaar te werken. Het is gewoon om met elkaar te werken. Dus als dat voor u zou kunnen. Ik heb daar geen probleem mee. Ik zal nog met mijn twee collega's eens over hebben. Maar ik denk dat het wel goed is dat we onze twee directeurs daar, Smits en Van Looy, eens uitnodigen. Ook hier. Dus dat de twee problemen, dus die lijn, Timsen en dan voor de ziekenhuisindustrie, al of niet via de verlening van de 260 en dan de huurbussen, dat we deze op tafel leggen. En dat die eerst modelletjes maken wat eventueel zou kunnen indien die lokale besturen financieel wat mee zouden bewegen. Zouden we de ingenieur Oost-Vlaanderen erbij betrekken? De directie Oost-Vlaanderen? Ja. Ik denk dat dat wel lang geleden is, dat we direct nog met Temse daar ook een rol in gaat spelen natuurlijk. En ook voor de richting van hieruit naar de bedrijven zonder Temse, die toch wel belangrijk is. Oké. Goed, dan dank ik u alvast. Ja, graag gedaan. Heel hartelijk voor het constructieve onderhoud dat we mochten hebben met jullie. En we gaan elkaar zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Maar goed, dat is toch wel de afspraak, jongens, voor de minister.